السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيست مانس وكو بيست تكنولوجي با إن لله وإنا إليه راجعون. We hebben twee overlijdingsgevallen, allebei afkomstig van Sudanese afkomst, subhanallah, maar ze hebben niks met elkaar te maken. Laten we beginnen met de eerste zuster, rahimallah. Er was een lijkvinding, die was al een tijdje overleden thuis. Helaas omdat ze geen familie heeft, ze is ook niet verzekerd. Ze heeft nu meer dan een week in een mortuarium gelegen in het ziekenhuis. Dus dat betekent dat er mortuariumkosten zijn die wij natuurlijk moeten betalen. En we zijn gevraagd om haar uitvaart te doen voordat ze gecremeerd wordt of ergens anders wordt begraven. En een ander overlijdensgeval is een Soedanese kindje. De ouders zijn niet verzekerd, ook hebben ook geen geld om de uitvaartkosten te betalen. Dus daarom vragen we jullie om te helpen. Totale kosten voor allebei is 5.750. Stichting Najiba heeft nog ongeveer 1000 euro in het potje. Dus dat betekent dat we nog 4.750 euro nodig hebben. Er kunnen mensen zijn zeggen van, ja, jullie hebben toch geld, daar kunnen jullie toch voor gebruiken. Nee, want heel veel mensen doneren niet voor de uitvaartkosten. Die doneren voor andere dingen. Sadaka voor andere dingen, zakat voor andere dingen. Begrijp je? Maar niet specifiek voor de uitvaart. En daarom hebben wij ook altijd vaak dit soort inzamelingen. Omdat mensen hier niet voor doneren. Dus vandaar dat we altijd vragen om hulp. Khair inshallah, de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die wij altijd aanhalen bij de uitvaart, is wie moeilijkheden van een broeder of zuster verhelpt in het wereldse leven. Allah subhanahu wa ta'ala zal onze moeilijkheden verhelpen op de dag des oordeels. Dus ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om hiervoor in aanmerking te komen op de dag des oordeels. Amin, ya rabbil alameen. En natuurlijk zullen zij ook een getuige voor ons zijn op de dag des oordeels, dat we hun niet in de steek hebben gelaten. Geer, mogen Allah subhanahu wa ta'ala en ieder die doneert van hem of van haar te accepteren. En mogen Allah ons rijkelijk belonen. Allahumma ameen. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.